Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 29 april 2016. Dus het bulletin van vrijdag. Vandaag is een Morse en een SSTV plaatje in PD50. Dus je kunt ontvangen op een Android apparaat met bijvoorbeeld de app Robot 36. Op een iPhone kan het ook met CQ SSTV. Beide apps die zijn verkrijgbaar in de respectievelijke appstores. Het wordt door de drukte vandaag opnieuw denk ik niet zo'n super lange uitzending. Morgen start weer de Jutburg, het jaarlijkse radiokamp van de VZA. Dit jaar is het de 53ste editie en vandaag, vrijdag, togen al de eerste mensen richting Laag Soeren. Het evenement vindt daar plaats op de camping de Jutburg. Die ligt nabij de plaatsen Dieren en Eerbeek, ruwweg tussen Apeldoorn en Arnhem in. Er is doorgaans een druk programma in die week voor de aanwezigen daar. Leukste dag om het radiokamp een bezoekje te brengen is waarschijnlijk Hemelvaartsdag, omdat er dan in de open lucht een radiomarkt op de Jutburg plaatsvindt. De twee fotootjes die ieder jaar bij de pagina over de radiomarkt op de site staan zijn overigens 12 jaar geleden door ondergetekende voor het blad Ram gemaakt. De website van het evenement met alle informatie en nog veel meer is radiokampweek.nl. Radiokampweek.nl. PA7DA meldde me nog dat de Veronafdeling Leiden een N-cursus houdt. Op dinsdagavond 10 mei om 8 uur is er een informatieavond. Die vindt plaats bij Scouting Scojeza. Meer informatie over de cursus is onder andere te vinden op de site van de Veronafdeling Leiden en op hamnieuws.nl. Je kunt voor informatie ook mailen met Jaap, PA7DA, op papaalfa7deltaalfa@veron.nl. Ik ben er dit keer een beetje laat mee, maar intruders in onze banden van maart. Dit keer pik ik wat bijzondere zaken uit. Het Poolse leger was actief op een frequentie waar ook de bekende Russische buzzer van gebruik maakt. Zo dicht onder de onderste bandgrens van onze 40 meter band dat het tot 1,5 kHz in de amateurband werd gestoord. De Duitse Bundesnetzagentur heeft een klacht daarover ingediend bij de Poolse PTT. Ja, verder was er een Chinees schip, de Sand Treasure, die werd gehoord op 14270. Hier is echter iets curieus aan de hand. Als het schip in Region 3 voer, dan was het mogelijk een legale uitzending. In Region 1 en 2, 1 en 2, dus 1 dat is Europa en een deel van Azië. En 2 is Amerika en 3 de rest. Maar in Region 1 en 2 is de hele 20 meter band exclusief amateurgebruik. In Region 3 wordt het stuk tussen 14250 en 14350 echter gedeeld met onder andere commercieel gebruik. 80 meter is sinds jaar en dag een gedeelde band, ook in Nederland. In de band zitten militaire verbindingen en in sommige landen communiceert zelfs de politie op 80 meter. In Nederland, let wel, in Nederland is op 3673 kHz in USB geregeld de Nederlandse kustwacht te beluisteren met weerberichten vanuit Den Helder. Een legale uitzending dus. In en boven de 40 meter band zitten nog steeds enkele sterke omroepzenders. Die horen daar duidelijk dus niet. De nieuwe Rassies is weer uit, het leukste zelfbouwblad dat we hebben. En het is nog gratis ook. Met onder andere zelfbouwpedals Opa Vonk over statische neerslag, verslag van de expeditie Liechtenstein en modificatie van de 47A HP-voeding. Rassies kan dus gratis worden gedownload vanaf de site pi4raz.nl/razzies. Er is me trouwens beloofd dat ik maandag op tijd voor de uitzending nog wat meer informatie zou krijgen over de mogelijkheid om op de Middengolf vergunning voor een zender met een klein bereik te krijgen. Vandaag een piepklein deeltje 9 van de serie over antennes. De komende dagen kijken we vooral naar ontvangstantennes en met name hoe je daarop zo weinig mogelijk QRM binnenkrijgt. Er zijn verschillende manieren om dat aan te pakken. De opstelplek van de antenne is nog wel het belangrijkst. Aarding speelt ook een rol. Je kunt de hoogte ingaan, hoe verder bij de storing vandaan, hoe beter. En als het hoger kan, dan is dat de beste richting. Een andere manier is de antenne anderszins verplaatsen. En als je dan bezig bent, probeer dan ook de zendontvanger mee te verhuizen. Nadeel is dat je dan ook de deur uit moet om de spullen te gebruiken. Je kunt echter de apparatuur ook op afstand besturen. Dat is tegenwoordig ook gewoon legaal. Het type antenne is ook belangrijk. Er zijn antennes die beduidend minder storing oppikken. Dat zijn vaak overigens niet de allerbeste antennes om op te zenden. Om die reden kan het handig zijn om afzonderlijke zend- en ontvangstantennes te gebruiken. Andere dingen waar je aan kunt denken zijn technische maatregelen om de storing te onderdrukken. En wat ook heel belangrijk kan zijn is een goede aanpassing van de voedingskabel. Een gebruik om storing te onderdrukken bij voorkeur coax en dan een type met een goede afscherming. Dit was in Vogelvlucht een klein overzicht van de mogelijkheden. In de volgende delen van de serie over antennes gaan we op een aantal van deze mogelijkheden nog wat dieper in. Thank you.
Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x@xdv.me. Heb jij nog een staande golf over? Waar wil je hem voor gebruiken? Nou, er is een poot van de salontafel stuk en volgens mij past de staande golf op 2 meter daar precies tussen. Daar heb je dus echt niets aan. Zodra ik de microfoon loslaat, valt die tafel gewoon om. Nou, dan pak ik wel 3 staande golven voor 70 centimeter. Dat past ook. Heb jij nog een postelastiek waarmee ik de PTT van deze LPD-porto kan vastzetten? Ja, die heb ik nog wel. Als dat maar goed gaat met die 10 milliwattjes. Denk trouwens nog even aan de lange uitzending van de Daily Minutes. Vanavond vanaf 10:30 op PI3 UTR.